Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb in de afgelopen 20 jaar geloof ik nog nooit zoveel tuincentrum gezien als de afgelopen weken. Nou, deel 1 is gedaan. De fly is afgegeven. Maak ik gelukkig mijn eigen bedje bij. Dus ik ga nog even lekker genieten. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog. Eigenlijk is het zaterdagmiddag. Ik heb langer op bed gelegen, want het gaat niet zo lekker vandaag. Maar we doen het maar mee. En ik neem jullie mee deze week. Ik heb vanmiddag even op bed gelegen en nu ga ik het eten op tafel zetten. Wilke keurt of de frietjes goed zijn en dan gaan we lekker eten. En? Eet smakelijk! Nou, Wilke zit al lekker in de jacuzzi, dus ik ga er ook lekker in. Het is zondag en ik loop weer eens in het tuincentrum. Ik heb in de afgelopen 20 jaar geloof ik nog nooit zoveel tuincentrum gezien als de afgelopen weken, maar dat krijg je met een nieuwe tuin. Ik heb even wat nieuwe kleur gehaald en dan ga ik het thuis in de potten zetten. Ik zit in een auto volgeladen met vrolijke planten. Even naar de Jumbo en dan naar huis. Nou zeg, op de tafel staan nieuwe spullen, hier staan nieuwe planten en nu ga ik binnen. Ga ik nog de tas mijn boodschap uitpakken. Die staat hier overvol, dus ik ga even uitpakken. Alles is gepoot. Het staat weer gezellig in de tuin. Dan heb ik de honden uitgelaten. Ben ik buiten lekker even gaan lezen. En nu is het 4 uur. En lig ik in bed. En dat vindt mijn lijf zo fijn. Echt. Hoe lekker dat ook is in de zon. Waar ik natuurlijk heel erg van geniet. En mijn lijf ook heel erg goed doet. Is dit echt de plek voor mijn lijf. Dit is echt. Ja. Als ik me het allerbest wil voelen. Zou ik 24 uur per dag in bed moeten liggen. Maar dat is geen leven, dus dat doen we niet. Maar ik weet wel dat op de dag dat ik dit gewoon echt nodig heb. Dus ik ga even uurtjes liggen. Ik word uit bed gehaald door Tommy. En precies op dat moment dat mijn wekker ging. Dus dat komt mooi uit. Hi Tom. En Tom is vandaag jarig. En die is vandaag 13 geworden. Hey jongen. Goedemorgen, het is maandagochtend. En het regent. En dat komt mooi uit, want er staat nog steeds één klus al heel lang op mijn lijstje. En dat is de was opruimen. Ik heb zo'n hekel aan strijken en de was opruimen. Maar het moet toch gaan gebeuren vandaag. En aangezien het toch rot weer is, kan het mooi vandaag. Ik ben op zolder. Deze bergwas moet ik gaan strijken en opvouwen. Wat ik doe, mijn strijkplank. Kijk ik een vlog, ik ben buiten adem van de trap. En ik doe 3 manden. 1 voor Tijn, 1 voor Wilco en 1 voor mij. Dan kan ik het gelijk sorteren en dan kan de man straks gelijk naar de goede kamer. Dus daar ga ik aan beginnen. En als je afvraagt wat dit is een opvouwbaar roeiapparaat. Mannen. Die hele berg. Hier is gestreken. Wasmannen zijn gevuld. Maar dan heb ik ook nog een washok. Waar heel makkelijk iets uit de droger op de tafel wordt gegooid. Dus die kan ik ook nog op gaan ruimen. Maar eerst ga ik even de honden uitlaten. Want het is inmiddels al 3 uur en die liggen heel rustig. Ik ga eerst even uitlaten. De was is klaar. Ik heb op bed gelegen. Honden zijn uitgelaten. En nu sta ik te koken. We hebben restjesdag. En die kip zit daar in de grill.
Dus ga lekker eten. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en het is zalig weer. Dit wordt de hele week mooi weer. Dus ik ga me even insmeren zo, ontbijtje maken. En dan ga ik even hier lekker zitten. Ik heb vanmorgen al vlaaien besteld, die kan ik morgen ophalen, want ik ben donderdag jarig. En we zouden nog vandaag lekker een stuk gaan fietsen, dus dat wordt vandaag de dag. Wij gaan even samen fietsen. Picknickkleed mee, wat te drinken mee. Wilco is al helemaal in zijn tenue. En ik moet daar zo naast fietsen. Wil je nog wat zeggen? Ik pas me aan in jouw tempo vandaag hoor. Oh, heel goed. Maar we maken eerst nog even tussenstop bij mijn ouders, want we zijn nu in het stadsje mijn ouders aangekomen. Wij zijn weer thuis en er zijn een paar heel blij. Ja. Die willen naar buiten. Dus dat is lekker. Uitlaten nu. We hebben de honden uitgelaten. Ik zat even buiten, maar ik ga even liggen. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Wilke staat boven te stofzuigen. Ik ga me klaarmaken. Ik heb me alvast aangekleed. En wij gaan zo lekker de vlaaien halen voor morgen. En de dag begon met vroege verjaardagspost. Ik ben morgen pas jarig, maar deze kwam alvast met de post. Dus hartstikke leuk. We hebben vlaaien gehaald. Ik zou eigenlijk op de fiets gaan. Wilke was zo lief om mee te gaan met de auto. Waardoor we ook gelijk de boodschappen hebben gedaan. Dus ik nu alles alleen maar hoef op te ruimen en we dan lekker klaar zijn. En dan lekker buiten gaan genieten. En ik heb ook gelijk deze meegenomen. Dat is een playsuitje van, jawel, de Zeeman. Voor maar 9 euro. Dus die vind ik vooral heel fijn voor op de fiets. Dat het niet steeds omhoog waait. Goedemorgen, het is donderdag 6 augustus. En dat betekent mijn verjaardag. Wilke is gewoon werken. Ik ga een vlaai naar zijn ploeg brengen. En dan ga ik daarna even door naar het strand. Ik hoop dat het nog parkeerplek is, maar ik ben laat. Maar ik ga het gewoon proberen. Dus of je ziet me op het strand, of je ziet me weer thuis. Nou, deel 1 is gedaan. De vlaai is afgegeven. En ik had net gelukt dat ik door mocht bij de verkeersregelaar. Het is echt heel druk. Maar ik heb gelukkig mijn eigen bedje bij me. Dus ik ga nog even lekker genieten. Nou, voor mij is er echt geen betere plek om mijn verjaardag te vieren dan op het strand. En nu kwam ik dus terug. Ik had echt het beste plekje wat er was. Ik moest bij de poort wachten. Er mocht niemand naar binnen. En uiteindelijk moest ik toch naar binnen. En had ik het beste plekje. Dus het was top. Soms moet je geluk een beetje afdwingen. En nu kom ik en er staat heerlijk in de schaduw. Dus ik ga lekker wat drinken uit de koelkast pakken. En dan ga ik op naar huis. Thuis ligt heel lief dit op mij te wachten. Dus dat ga ik even openmaken. Ah, dit is echt te lief. Ook echt van hele lieve volgers heb ik post gekregen. Dankjewel, maakt mijn dag goed. Ik moet zeggen, ik had helemaal niks zoveel vandaag met mijn verjaardag. Normaal vier ik het best wel met heel de familie. Dus dat is al een grote club buiten. Kan ik lekker voor iedereen zorgen. Maar ja, dit jaar natuurlijk niet. En nu voel ik me toch echt wel heel erg jarig. Vanavond komen alleen even mijn vader en moeder. Uiteindelijk toch nog even mijn neefje, mijn schoonzus. Een taartje eten. En ja, dan heb ik toch nog een hele leuke dag. Nou, we hebben nog een heel klein mini-clubje met visite. Nee, ik heb mijn schoonzus en mijn ouders. Film je? Ja, ik film. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Lang zal ze leven. Joehoe! In de gloria, in de gloria, in de gloria, hyperpiep, hoera!
Goedemorgen, het is 6:00 in de ochtend. En de wekker is gegaan. Ik ga Tuin even naar het vliegtuig brengen, naar het vliegveld brengen. Want die vliegt zometeen naar Spanje. Dus vroeg op. Ik heb even geparkeerd om met hem mee te gaan, omdat het toch allemaal wel anders was. Ik weet niet of je het net hoorde met het mondkapje op, maar ik vond het wel zo gek met het mondkapje. Het was voor het eerst. Ik geloof niet dat ik het fijn vind om daar twee te moeten vliegen in september. Maar ja, het is niet anders, anders komen we er niet. Nou, ik zie er lekker nog moe uit. Ik heb een uurtje geslapen, dus ik ga terug naar huis en naar bed. En ik bedenk me dus net dat ik dacht, ik doe even makkelijk een Hunkemuller pyjama aan als huispakkie. Want ik zit toch in de auto. Heb ik dus in mijn pyjama op Rotterdam gelopen. Nou ja, het is maar niet anders. Ik knip het toch lekker af. Ik ben pas na Tuin uitlaten om 2:00 uit bed gekomen of om 1:00. Tuin uitlaten? Oh! Ik ben na Tuin wegbrengen naar Rotterdam en de honden uitlaten naar bed gegaan. En ik ben er geloof ik pas om 1:00, 2:00 uitgekomen. Ik heb net de vlog geëdit en het is heel heet. Hier ligt er één uitgeput. Hier ligt er één uitgeput met een koelband. Maar Max, die is naar buiten. Even kijken waar die ligt. Oh ja, die ligt lekker in de schaduw. Max heeft bij de vorige bewoners bijna altijd buiten gezeten in de tuin. Dus vandaar dat hij graag buiten is. Maar nu is hij wel goed verzorgd buiten. Wij zijn lekker samen in de jacuzzi geweest en we gaan aan de avond beginnen. We zijn vroeg gegaan. Dus ik ga de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Muis op zet ook, dankjewel. Vergeet je niet te abonneren, duimpje omhoog te doen en tot volgende week. Doei!